prettig geregeld. Prettig geregeld. Prettig geregeld hoor! Zou je niet beter eerst die banen op de muur kunnen plakken? Straks krijg je dat pakketje helemaal niet meer aan elkaar. Natuurlijk wel, dat ligt nu lekker te weken. Ja, maar nou komt de lijm aan de droge kant, geen van die natte randjes. Dat hindert niet, want het is kleurloze lijm. Ja, maar... Als je nou eens ophoudt met dat gejamaar, hè? Zo kan een mens toch niet werken? Je maakt me doodzenuwachtig. Omdat je niet zeker van je zaak bent. Nou wordt die helemaal mooi, zeg. Ik sta hier... Oké, ik heb niks gezegd. Ik zeg niks. Neem me kwalijk. Ik ga nu deze baan... even op de muur plakken. Als jij dit er vasthoudt, zo, zet ik de trap op de juiste afstand. Ja, geef maar. Voorzichtig, anders valt hij uit elkaar. Goed, zo. Ik druk deze twee punten nu mooi recht tegen de muur. En dan laat ik de zaak glijden. Als jij de boel een beetje tegenhoudt, dan kan de zaak niet scheuren. Wat tegenhouden? Waar tegenhouden? Kijk uit! Daar komt ie! Zo, de juf, wat doe je nou? Hou op met lachen. Ik heb nog zo gezegd dat je de zaak moest tegenhouden. Kijk hem daar staan met die puntjes in zijn hand. Ik word niet goed. Hou op. Nul de bang. Weet je wat jij moet doen? Oprotten. Ga maar ergens zitten breien of zo. Ik kan het wel alleen af. Weet je dat zeker? Veel beter zelfs. Prima, ik ben al weg. Samen behangen, ja gezellig, had je gedacht. We kunnen ook nooit eens iets samen. Dus hij stond daar met die twee stukken behang in zijn handen op de trap. En ik maar lachen. Ja, hij kwaad, maar ik kon gewoon niet ophouden. En toen? Nou, hij zei dat ik moest opduvelen. Hij kon het zelf wel aan, zei hij. Wel zo handig, hè? Ja, geloof jij het? Nee, eerlijk gezegd kunnen we helemaal niks meer samen. Zo erg? Nou nee, ja, zo erg is het ook weer niet. Dan moet je dus bij voorkeur niet samen behangen, hè? Maar iets leuks gaan doen. Ja, alsof ik mezelf hoor. Nee, ik krijg hem gewoon niet mee. Samen bridge, is dat wat? Ja, als je het op een echtscheiding aanstuurt, dan wel. Als er ergens bonje van komt. En waarom gaan jullie dan niet mee met mij naar de golfclub? Golven? Ja, dat is hartstikke leuk, hoor. Je bent buiten, in beweging, zonder te rennen. Nee, dat is echt iets voor Joris. Joris en golven? Ja. Ook het idee. Golf? Nee, dat is niks voor mij, hoor. Al die bekakte lui. Zag Sjors. Lust je nog bom, Sjors? Nee, Lex. Geef mij wat triplex. Nou, doe niet zo flauw. Dat chique is al lang achterhaald. Joh, Jan Rapp en zijn maat slaat er tegenwoordig een balletje. Oh, nou, dan hoef ik dus al helemaal niet meer. Dat is nou typisch jij, hè? Jij probeert overal onderuit te komen. We moeten toch ooit eens iets samen doen? En laten we samen op dansles gaan. Dat wil ik al jaren. Dajam, dajam. Tajam, papam, tajam, tajam, papam, ole, Fernando's Hideaway, ole. Nou, alsjeblieft, hè. Zie je, wij hebben helemaal geen lessen nodig. Nou, wat dan? We moeten toch wat? Waarom? Omdat ik het leuk vind als we samen iets gezelligs doen. Daar hoeven wij toch niet voor op een club? Nee, serieus. Hey. Nu kan het nog. Straks als we oud zijn... Kan het nog net zo goed... Hanna, geef je me nog een keer het domino-spel aan? Nee, golf kan je tot op hoge leeftijd spelen. Oh ja? Denk jij dat ik er met mijn rheumatische arm zo'n klein balletje nog een sweep kan geven? Oh, dan kunnen we altijd nog op midget golf gaan. Weet je wat? Als jij nou eens gewoon met Astrid meegaat om te kijken of je het leuk vindt. En of het voor ons wat is. En als het wat is? Nou, Kom je dan ook? We zien wel. Que sera, sera. Bedenk, lief kind, dat het putten 43% van de score uitmaakt. Dat is erg belangrijk. Ja, juist. Ja. Astrid, wil je zo vriendelijk zijn om even een putter aan te geven? Dat wel, maar wordt het nou allemaal niet wat veel voor Hanna, Klaas-Jan? Oh, sorry, als dat veel is, moet je het zeggen. Ik bedoel, er komen nog meer dagen na vandaag. Dat mag ik tenminste wel hopen. Oh, nee, helemaal niet, Klaas-Jan. Nee, dat gaat goed. Nee. Uitstekende leraar. Hoor je dat, Astrid? Ja. Uit de mond van een lerares? Nou. Nou, let op, Hanna. We zullen het je laten zien. Wil je het even laten zien? Kijk, we gaan uit van de standaard grip.
Hè, met een paar aanpassingen. Hou eens vast. De meest voorkomende grip bij het putten is de omgekeerd overlappende grip. En dus de linkerhand is dan in de normale positie, bovenaan de steel. Maar met de wijsvinger over de vingers van rechts heen. En dan is de druk net licht genoeg om de duimen zo langs de steel naar beneden te laten wijzen. Begrijp je? En dan de ogen, lieverd. Recht boven de bal, zo. Of liever, daar iets achter de baan van de stok. Zo. Ja, laat het zien. Ja. Telefoon voor de heer Bakker Schut. Oh, sorry hoor. Excuseer me. Ik moet even een call beantwoorden. Oh, ja. Hoe vind je hem? Aardig, heel aardig. Is dat nou je nieuwe vriend? Ach, misschien. Nou, had je ook wel eens eerder kunnen vertellen? Nee, ik heb maar even niks gezegd. Even afwachten. De leukste mannen zijn altijd getrouwd, zeg jij altijd. Deze was getrouwd. Gescheiden dus? Weet u nou. Of jij even? Is die soms nog rijk ook? Dat zou best eens kunnen, ja. Bofkont! Nou, dan kan je ophouden met werken. Nou zeg, wie zegt dat ik dat zou willen? Oh, kind, heerlijk toch? De hele dag golven en tennissen en weer golven. Maar maak er wel een latrelatie van. Want voor je het weet sta je weer te wassen en te strijken. Nou, voorlopig is het alleen nog maar een stokrelatie. Nee, hier is liefde in het spel, dat zie ik zo. Ach, wie weet. Zeg, wat doet hij? Hij staat te wenken. Nee, zijn baan. Of we komen. Zijn beroep. Oh, hij zit op een bank. Ah. Ja hoor, we komen. Nou, dat wel eens tijd dat je thuis komt, mevrouw Huisman. Mijn hele eten zit te verpieteren. Wat schat, wat ruikt dit hier heerlijk. Wat is er? Wat is er? Waar kom je zo laat vandaan? Ja, dat weet je toch? Ik ben met Astrid wezen golven. Ja, waarom moest het zo lang duren? Ik zit wel met mijn eten te wachten. Oh, lieve schat, sorry. Maar dat was zo gezellig. En wat denk je? Nou, dat zal ik maar niet zeggen. Astrid heeft een nieuwe vriend. Alweer? Hij was er ook. Hij heeft me een beetje golfles gegeven. Oh. Een leuke vent. Beetje ouder dan jij, maar goed figuur, sportief. Leuke kop met haar, goed gekleed. Je hebt hem wel goed bekeken, hè? En een heerlijke aftershave. Nou ja, waar jij je neus nog niet insteekt. Nee, om me die golfslag een beetje te leren, moest hij dus achter me staan. En dan hield hij mijn armen zo. Nee, het is echt heel leuk. Ja, dat moet ik wel geloven. Nee, ik vind nog wel iets voor jou ook. Zo'n heigende vent, ben ik? Nee, wanneer ga je eens een keertje mee? Een beetje tegen zo'n lullig balletje meppen. Dan langzaam achteraan lopen, tot je hem eindelijk in een putje hebt. Ik weet niet hoor. Ik moet nog erg aan die gedachten wennen. Nou, kom eens een keertje kijken. Ik geloof niet dat ik er al rijp voor ben. Maar ik kijk wel. En, moet je nog eten of kan ik het diner meteen in de container mieteren? Handpalmen naar elkaar toe, niet te ver uit elkaar. En u moet de beweging bewust sturen. Dus stijf zwaai naar achteren en door het raakpunt terug. Stijf zwaai naar achteren. Wat zei je daar te doen? Ik ben in training. Juist ja. Ik ben me aan het bekwamen in de edele golfsport. Waarom golf? Nou, omdat volgens Hanna deze sport ons nog dichter bij elkaar zou brengen. Speel jij het dan ook? Al weken. Maar golfen, dat is... Hoe noem je dat? Bekakt? Bekakt, ja. Nee, beste vriend, daar vergis je in. Volgens Hanna kan zelfs een proletariër als ik deze sport beoefenen. In dat rare pak? Dit is geen raar pak, dit is een origineel golfkostuum. Waarom doe je dat aan dan? Nou, omdat ik niet voor joker wil staan. Dat is heel iets anders dan zo'n flodderig joggingpak. Ik bedoel, dit heeft stijl. Jij voert wat op je schild, hè? In. In wat? Mijn schild. Nou, wat zit er in je schild? Wil jij voor één keer mijn caddy zijn? Caddy? Wat is dat? Dat is iemand die voor de golfspeler zijn stok draagt. Kom zeg. Ik ga een beetje als slaap achter jou aansloffen. Zoek maar een andere. Maar een Marokkaan is er juist zo mooi voor. Als ik het net dacht. Koloniaal? Voor één keer. Voor mijn première op de golfclub. Ik zeg gewoon tegen jou. Zeg Karel, reik mij stick 7 eens even aan. En heb ik een swing a hole in one. Inderdaad. A hole in one. Je hebt aanleg. Alsjeblieft. Dankjewel. Nou, kijk eens aan, meisjes. Twee welverdiende tomatensappen. Vanwege jullie verbluffende vorderingen. Dankjewel. Dank je.
is er met je voet? Oh, daar is niks meer aan de hand, hoor. Dat vind ik zo geestig, hè? Hoezo? Nou, ik vraag hoe is het met je voet en zij zegt niks meer aan de hand. Oh, dat was totaal onbewust, hoor. En daarom is het dus zo geestig. Ja. Nou, cheers. Ja, cheers. Dan moeten jullie niet meteen omkijken, maar wat er nou binnenkomt. Arnoud, wie is het? Ik heb geen idee, meneer. Wat een type, hè? Joris, wat doe jij hier? Wat denk je? Wat zie je eruit? Hoe bedoel je? Dat pak. Er is niks mis met dat pak. Maar hoe kom je eraan? Komt vreemd uit het Historisch Golfmuseum, zeker. Ken ik u ergens van? Dit is mijn man, Joris. Oh, sorry. Mijn naam is Bakker Schut, maar zeg maar Bakker of Schut of Klaas-Jan. Huisman, zeg maar Huis of Man of Joris. Dus geen aardappelschiffersdrank. En dit is onze lieve Astrid. Dag, onze lieve Astrid. Is dat je Kenny? Nee, meneer. Ik ben Hassan, de chauffeur. Dan zal ik nu maar weer gaan, meneer. U reed straks natuurlijk met mevrouw mee. Dan laat ik die Cadillac nog even wassen. Uitstekend, kerel. Alsjeblieft. Goedemiddag. Dag, Hassan. Ja. Keurige vent. Wat drink je? Recht op en neer, scotch. Je hoeft toch niet te rijden, hè? Je hebt je chauffeur bij je. En Astrid rijdt mij, zus, toch? Nou, als je het aandoet. Met jou durf ik alles aan. Maar galt. Doe maar een scotch. Scotch, Anna. Jij moet nog golven. Dat is van later zorg. Zeg, ik heb jou trouwens hier nog nooit gezien. Klopt, ik jou ook niet. Wat flauw, Joris. Nou, hij is hier voor het eerst, hoor. Oh, je zat op een andere club. Hij heeft nooit eerder gegolfd. Zo'n pak en nog nooit gegolfd? Vergis je niet, je denkt nog niet dat ik hier geheel onbekwaam verschijn, hè? Hoe bedoel je? Als het moet, kan ik hem behoorlijk raken. Proost. Cheers. Reuze gezellig. Reuze gezellig. Ja, reuze gezellig. Als je het nou meteen gezegd had, dan was ik wel eerder gekomen. Gaan we morgen weer? Dat zou je wel willen, hè? Pracht sport, dat golven. Je hebt geen bal geslagen. Pracht sport. En hou op met dat bekakte gedoe, nou weet ik het wel. Sorry. Dat deed je alleen maar om Klaas-Jan te pesten. Hoe kom je daar nou bij? Ik vond het zo gênant. Hij hoorde het niet eens. Ja, dat dacht je maar. Ik paste me aan bij de omgeving. Dat is flauwekul. Dat is een hele aardige voorkomende man. Daar zou er meer van moeten zijn. Hij lust in ieder geval een borrel. Ja, maar van hem merk je het niet. Dat is het voordeel als je altijd zo spreekt. En ik rij. De gordel om. Ja. Hoe kom je eigenlijk aan dat pak? Van Feiko geleend. Heb je nog van zijn vader. Zijn overgrootvader zou je bedoelen. Zeg, weet je trouwens welke sport direct na de oorlog in ons land het meest werd beoefend? Geboortegolf. Oh, enig. Niet leuk. Nee. Ik heb hem van Klaas-Jan. Hopla. Hey, hoe was het gisteren? Oh, ik heb me kapot gelachen. Was het zo leuk? Ja, om jou. Meneer, mag ik ook de Cadillac wassen? Ja, direct zo wel. Maar hoe ging het met golven? Geweldig. Dus je hebt niet voor niks geoefend? Helemaal niet. Die ruit kostte me 40 gulden. En hoe vond Hanna het? Ze was stom verbaasd. Zij hadden daar wel een lekkere war, hè? Ja, maar daar kom je niet voor, hè? Nee, natuurlijk niet. Zo, ben jij ijverig? Hij wil een goed figuurslaan. Inderdaad. In het weekend laat ik jou zien dat ik ook die bal kan raken. Oh nee, wij gaan in het weekend iets veel leukers doen. Nog leuker? Ik kwam Astrid tegen en Klaas-Jan heeft ons uitgenodigd om samen te gaan zeilen het weekend. Zeilen? Ja, hij heeft een eigen boot. Het hele weekend? Ja, wij gaan slapen op de boot. Romantisch, hè? Ik kan dit weekend niet. Waarom niet? Ik moet behangen. Ja, dat doe je dan maar een andere keer. Ja, zo blijven we het uitstellen. Hoe lang zitten wij al niet tegen een halfklare muur aan te kijken? Nou, daar heb je het vorige weekend ook helemaal niet druk over gemaakt. Nee hoor, wij gaan gezellig samen zeilen. En dat loopt natuurlijk toch weer uit de hand. Ik ken dat type van Klaas-Jan. Hoe bedoel je? Nou, bij zeilen hoort hijsen. Nou, sinds wanneer ben jij daar vies van? Hé, omdat ik het me nou één keer heb laten opdringen. Ja, ja. En trouwens, wat moet ik met zo'n oude man? Oh, daar moet je helemaal niks mee. Laat dat maar aan Astrid over. Waar ze zin in heeft, hè?
Dat is niet leuk, Joris Huisman. En verbeeld jij je maar niks, je kan nog een heleboel leren van die man. Wat dan wel? Oh, daar kom je nog wel achter. Nee hoor, Klaas-Jan is gewoon aardig. En dat niet alleen, hij heeft zelfs wel iets. Veel geld, ja. Ja, dan heb je hem anders wel de hele drankrekening van laten betalen. Ja, ik kon hem moeilijk voor het hoofd stoten. Nou goed, als je niet mee wil gaan zeilen, ga ik alleen. Ik wil je niet dwingen. Vrijheid, blijheid, niet waar? Kajé is zo ontzettend lief. Ik mag helemaal niets doen. Kajé? Klaas-Jan, vanochtend heerlijk ontbijt op bed. Gisteravond verrukkelijk gekookt in de kombuis. En vannacht heeft hij me urenlang van alles liggen uitleggen over het zeilen. Ach, waren jullie dan niet liever alleen gebleven? Natuurlijk niet. Ontzettend leuk juist, Hanna. Niet waar, Ritje? Oh, nou, Ritje. Wij zullen dus een enorm gezellig weekend creëren. Dank je. Alsjeblieft, jij koffie? Hanna, en iets lekkers erbij? Oh, dank je wel. Waar blijft Joris zo lang? Die maakt jullie slaapkamer gezellig in orde. Au! Oh, voorzichtig, oh. Joris. Sorry hoor. Eens even wennen, hè? Ja. Oh. Astrid had in het begin ook reuze moeite mee, maar. Nou is ze wel gewend, hè? Poesje. Mm. Neem koffie, Joris, en doe alsof je thuis bent. Nou, laat hij dat maar niet doen. Dan is je boot zo'n varende puinhoop. Wat bedoel je, poesje? Heb je wel eens gezeild, Joris? Nou, vroeger wel, ja. Nou, ik spreek hier vandaag wel even bij. Nou, laat me vandaag eerst nog maar even kijken. Steken we na de koffie meteen van wal, hè, Kajé? Kajé? Ja, dat ben ik, Klaas-Jan. Dat vind ik een goed idee, Trits. Wat jij, hoor. Oké, okay, en jij, haha? Hanna Huisman. Zo, we liggen mooi op koers, jongens. Als ik denk dat we de fok er maar eens gaan bijzetten. Je weet hoe dat moet, hè, Poesje? Nou, ja, zeker, schat. Wat is dat nou, Joris? Je verveelt je toch niet? Helemaal niet. Even bijtrekken. Ik heb een beetje slecht geslapen. Oh, een beetje slecht geslapen. Je hebt me de halve nacht wakker gehouden. Nou, zo bont hebben wij het niet gemaakt, hè, As? Hè? Zeg je wat, Kajé? Laat maar, duifje. Grapje. Joris is vannacht een paar keer uit bed gevallen. Kooi heet zoiets en het is het ook, smal en benauwd. Ja, dat vind ik dus zo leuk van zeilen. Het is zo gezellig, het is romantisch, het is knus. As, zou je de fok nog een beetje aantrekken, alsjeblieft, Poesje? Ja, zei ik vannacht ook tegen Joris. Knus. Heerlijk knus, ja. Even inschikken, Joor, en knal ik lag al op de grond. Ja, jij drukt me zo wat plat tegen de zijwand. Ja, omdat jij er ligt de hele tijd. Mooi weer, jongens. Joris, weet je wat? Als jij het roer eens even overneemt, dan word je wakker van. Dan ga ik wat lekkers klaarmaken. He? Ga je mee, Trits? Geef de fok maar aan Hanna. Ik? Fok? Ik weet helemaal niet. Nee. Er is niks aan. Kom. Kijk, we moeten alleen maar dat zeil daar in de gaten houden. En dan hou je dit gewoon vast, ja? Hey, ik weet niet hoor, maar... Jongen, natuurlijk, dat verleer je niet. Je let op het vaantje, dan blijf je vanzelf op koers. Kop in de wind en een strak kielzog. Righto. Nou, er is geen schip in de buurt, dus als je zin hebt om over start te gaan, dan ga je maar. Maar dan moet je wel je lieve vrouwtje waarschuwen, anders krijgt ze de giek tegen een mooie blonde koppie. Recht zo die gaat. En heb je problemen, dan roep je maar. Ga je mee, Trits? Ja, ja, ik ben er al. Oh. Ja. Oh, oh, oh. Nou ja. Nee, niet doen, kan je. Toen wij uit Rotterdam vertrokken, vertrokken wij uit Rotterdam. Toen wij uit Rotterdam vertrokken, vertrokken wij uit Rotterdam. Hou je oor nou maar vast. Kan je eigenlijk wel sturen? Een boot stuur je niet, die hou je op koers. Hé, hey, je fok staat te bol. Vooruit, nou, trek straks die handel. Nee. Eerst dat touwtje los, Hanna! Wat heb ik nou? Ja, dat touwtje daar! Waar? Dat heeft ze niet gezegd! Schiet nou op! Straks maken we nog een valse grijp! Hanna! Wat is nou een valse grijp? Kijk, er komt een boot ook al. Nou, ga weg! Hanna, schiet dat toch op! Ik ben zo nieuwsgierig, hè? Vertel eens, hoe was het zeilen? Oh, enig! Oh, dus daar zijn jullie het in ieder geval over eens. Nou, dat denk ik niet. Vergeet het maar. Oeh! Nou, dat moeten jullie mij dan eens eventjes haarfijn uitleggen.
Meneer kan zichzelf niet blijven als er anderen bij zijn. Heb jij jezelf wel eens bekeken? Met die behaagzieke glimlach op je gezicht zodra er een vermogende grijsaard bij in de buurt is. Oh, was je jaloers, Joris? Ik, zij op Astrid. Die door haar 20 jaar oudere vriendje zo in de watten wordt gelegd dat je er van over je nek moet. Nee hoor, die man is beleefd en attent. Dat is een amabel mens. Ja, die vriendelijk blijft en niet grof wordt als de dingen anders gaan dan hij zich had voorgesteld. Ja, kunst, voor hem is het nog allemaal nieuw. Hij kent hem maar net. Zij kijkt met die onschuldige ogen naar hem op. Dat streelt hem. En ze zijn nog niet getrouwd. Oh, dus als je getrouwd bent, dan is het heel normaal om te zeggen... Bukkenstom en trut, anders krijg je de Griek tegen je harses. Oh, heb jij dat gezegd? Foei! Ja, en ik zou het weer doen. Als ik gezegd had... Pas op, liefje. Buk eens even gauw met je hoofdje. Anders krijg je het giekje tegen je engelenkopje. Dan had ze hier niet gezeten. Dan had ze met een gespleten schedel op de bodem van het IJsselmeer gelegen. Oh, en was het nodig om op dat wc-deurtje te gaan staan bonken en te roepen... Hanna, kom van de play, of zit je vastgeplakt? Ik schaamde me dood. Ik durfde niet eens naar buiten te komen. Ik stond op springen. Ik hield het bijna niet meer. En trouwens, niemand heeft het gehoord. Ja, ze waren zo beleefd om te doen alsof. Krijgen we nou eten? We spruiten. Die lust ik niet, dat weet je toch? Ja, maar ik lust ze wel. Heb je voor mij iets anders? Nee, jij eet maar mooi wat de pot schaft. Zeg, weet je hoe ze bij ons thuis vroeger spruiten noemden? Strontviolen. Nou, dan begrijp je nou waarom ik ze niet lust. Mag ik misschien 1 keer per jaar spruiten eten? Ja, nou, en ik dan? Ja, ik ga toch niet allemaal aparte potjes gaan koken? Waarom niet? Als je 1 keer per jaar spruitjes eet... Ik weet zeker dat Klaas-Jan... Klaas-Jan, toch niet weer, hè? Alsjeblieft, spaar me. Tris, hou jij van spruiten? Oh, jawel. Neem me mee. Zeg, ben jij niet lekker geworden? Nee, ik word er niet goed van. En ik heb ook al helemaal geen zin meer om te koken. Ik ga vanavond buiten de deur eten. En daarna naar de bioscoop en een lekkere, stevige afzakken nemen. Zo mooi is dat. En wat moet ik dan? Dus brood en beleg genoeg. En er is vast wel iets leuks op de televisie. Zeg, hoor eens even, meneer Huisman, zo zijn we niet getrouwd, hè? Als het jou niet bevalt, dan ga je maar mee. Zo, als het me niet bevalt... Wat zeg je nou? Dan ga je maar mee. Lelijke pestkop. Ja, tuurlijk ga ik mee. Eindelijk verstandig. Nou, dan mogen jullie wel opschieten. Zeg, zo kan jij de deur niet uit, hoor, Joris. Je moet wat anders aan en je een beetje opfrissen. Ja, ik ook. Ik ga even onder de douche. Ik was eerst, hè? Nee, niks van. Nee, jij maakt altijd zo'n natte keet van. Als jij boven komt, ben ik al klaar. Nee, dat had je gedacht, hè? Samen onder de douche. Ja, gezellig. Nee, dank je. Ik ben al geweest. Vanmorgen. Ja, u spreekt met Huisman. Ik wilde graag een taxi bestellen. Over een kwartier. Ik ben er niet, hoor. O jee, we komen ongelegen, geloof ik. Dag, Anna. Dag, Klaas-Jan. Dag, Astrid. Komen jullie verder? Nou, heel even, want jullie moeten de deur uit, zie ik. Ja, maar we zijn nog niet weg. Dag, Astrid. Dag, Klaas-Jan. Zeg, je had je rijbewijs in de boot laten liggen. Ik dacht, laat het meteen maar even aanreiken. Oh. Bedankt. Oh, wat stom. Nou, ik had niet eens gemist. Had je toch gelijk, lieverd? Hoe dat zo? Nou, ik dacht, laat me meteen maar brengen, want Joris loopt ze natuurlijk een ongeluk te zoeken. Ja, toen zei ik, nou, dan ken jij Joris niet. Gelukkig maar. Laat je niet opstokken, Klaas-Jan. Wat willen jullie drinken? Nee, zeg, dankjewel. Jullie moeten toch weg. Zit dat behang er nou nog niet op? Gewoon geen tijd. Ik moet het grote huis helemaal alleen doen. Boodschappen, koken, de was, lessen, klusjes. En als ik een keer een minuutje vrij ben, dan moet ik golven, zeilen of naar de bioscoop. Oh, van mij mag je best thuis blijven om te behangen, hoor. Nee, ben je gek? Ga samen lekker uit. Ik heb in mijn studententijd menig kamertje behangen. Oh ja? Natuurlijk, ik moest mijn uitspanningen toch ergens van financieren. Ah, ja, zou je het nog kunnen? Natuurlijk, nee, dat verleer je niet. Ik vond het ook leuk werk behangen. Ben je dat nou? Ja, hoor. Nou, ik zou bijna zeggen, wat let je? Joris! Eigenlijk niks. Astrid, wat zou jij er nou van zeggen? Ze willen het eens gezellig afmaken, terwijl zij de deur uit zijn. Hey, mal, Klaas-Jan, je laat je toch niet aan het werk zetten? Hij zegt dat hij het leuk vindt. Ga jij zijn pleziertje niet bederven? Ja, maar het is toch te gek om los te lopen. Nee, ik wil het niet hebben. Nou, ik wil het wel. Klaas-Jan, graag zelfs. Ja, maar zijn alle spullen er? Ja, hier de tafel, emmer, plaksel, behang, borstels, hier op de grond, alles. Astrid, als jij geen zin hebt... De taxi.
Kom, schat, we kunnen die man niet laten wachten, hè? Jullie vinden het allemaal wel? Ja, hoor. Alvast hartstikke bedankt namens mijn vrouw en mij. Daar zit de drank. Ja, met plezier. Ja, jullie ook. Maak er iets moois van, hè? Ja. God, staan we dan, hè? Zeg, je kunt toch wel echt behangen, hè? Of heb je daar net een beetje staan opscheppen? Opscheppen? Ik? Ja, ik vond dat je wel erg spontaan reageerde. Ik vond het een beetje zuur voor die arme Anna. Als die moet wachten tot Joris tijd heeft, dan kan ze wachten tot ze ons weet. Maar schat, het is niks ervan, niks te maren. Wij gaan aan het werk. Laten we nou eerst maar eens even de tafel op zijn plek zetten. Weet je wat? We doen gewoon alsof het ons eigen huis is. Hoe vind je die? Leuk. Met van die rozen, als op jouw wangen, zou ik de kamer willen behangen. Nou, het is te hopen dat je van behangen meer weet dan van bloemen. Schat, zet jij de trap even weg? Ik doe de tafel. Jongen, 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 jongen. Zet zijn spullen nou zo weg. Drie keer raaien. Ja. Help nou even! Au! Sorry hoor, sorry. Nee, dat kan je niet helpen. Ik had hem zo niet moeten vastpakken. Nee, 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 sorry. Dat had ik nooit zo moeten optillen. Dat was stom, waar of niet? Het is mijn schuld. Echt, ouw. Nee, 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 nee. Het is... Kusje. Ja. Hé, hey, je hebt nog niks over de film gezegd. Hoe vond je? Ja, wel interessant. Interessant? Ja, ik geloof wel dat dat het juiste woord ervoor is. Nou, dat zou je anders niet zeggen. Wat bedoel je? Volgens mij heb je de halve film zitten slapen. Ja, ja. Drie kwart? Nou, dat heb ik wel vaker bij die interessante films. Maar wat maakt het uit? Ontspanning blijft ontspanning en ik voel me weer eenmaal het heertje. Wil je nog wat drinken? Nee, niks. Nee. Nee, het was inderdaad heel ontspannend, maar nu wil ik wel weer naar huis. Oh nee, dat is nog te vroeg. Weet je eigenlijk wel hoe laat het is? Jawel. Hoe kan je dan zeggen dat het te vroeg is? Het is nog te vroeg om al naar huis te gaan. Want stel je voor dat ze nog niet klaar zijn met behangen. Nou, dan ken jij Klaas-Jan niet. Dat is een hele snelle. Die heeft het karweitje al lang geklaard. Ja, en die zitten stralend op ons te wachten. Zo van, zozag, prettig aan de zwier geweest. Ja, ik zie het dan niet. Prettonkjes, hè? Nou, van harte gegut, hoor. En wij hebben intussen even het behangetje op de muur gekwakt. En geen dank, hoor. Graag gedaan. Fluitje van cent. Niet waar? Astrid. Lief, klein, kleef, prinsesje van me. Nou, en? Nou, ik heb gewoon geen zin in dat geslijm. Ah, dan moet je nou eens gunnen, ondankbaar hond. Nou, hij vond het anders maar wat leuk. Ober! Joris, wakker worden, we zijn er. Wat is er? We zijn er. Waar? Thuis, je moet betalen. Betalen? Ja. Hier rechts, chauffeur. Kijk, daar gaan ze. Wat gek, ze zeggen niet eens gedag. Zo, kijk eens. Nou, is alle lichten branden. Zouden toch wel iets uit kunnen doen? Ja, volgens mij hebben ze het ook gedaan. Kijk eens. Krijgen we nou? Boris, er is iemand in huis. Hassan, ben jij daar? Is daar iemand? Astrid, wat is er gebeurd? Nou, hij drukte de laatste baan tegen de muur. En die moest ik tegenhouden, maar dat kon ik niet, dat ging niet. Nou, toen brak die af en toen stond hij daar met twee van die natte punten in zijn handen. En toen? Toen begon ik te lachen, maar hij werd kwaad. Maar ik kon niet meer ophouden. En toen heeft hij de hele emmer met plaksel over mijn hoofd gegoten. Wat? Verrek zeg, dat valt me van hem mee. Nou, zo zie je maar weer dat wij het helemaal niet zo slecht doen samen, Hansenpantje. Vind je? Ja, ik mag er wel niet zo galant zijn, Poesje. En je niet altijd bedelven onder attenties, honey. Maar heb ik ooit, schattenboutje, een emmer plaksel op je kop gezet? Never, darling. En dat zal ik ook nooit doen. Nee, maar de kamer is nog niet klaar. Jij stelt wel een vertrouwen in me, zeg. Nou, als de zaken er zo voor staan, dan zitten we wel in een crisis, hoor. Nee, hoor, schatje, ik vertrouw je wel. Ja, dat is makkelijk gezegd. Wat ga je doen? Het bewijzen. Wat bedoel je? Wat bewijzen? Het vertrouwen. Wij gaan samen het laatste baantje erop plakken. Op dit uur van de nacht? Ja, dit is een crisis. Ik heb een veel beter idee. Kom. Oh, weet je dat ik daar nou altijd van gedroomd heb? En nooit heb durven vertellen omdat ik dacht dat het gek was. Wat? Eerst samen behangen. En dan... Kom gauw.
Oh, nou, dat is dan prettig geregeld.